performers van al deze games. Het is vandaag zondag en dat betekent dat wij jullie vragen gaan beantwoorden bij Ask All These Games. Wat is je favoriete snack? Ik snack niet echt vaak, maar ik vind de hamkaascroissants van de Albert Heijn heel lekker. Er loopt een spin in mijn kamer. Ik zie hem lopen met mijn eigen ogen. Verdomme. Hoi mooie spin, jij gaat zo tegen de vlakte. 1, 2, oh verdomme, hij loopt weg. 1, 2, bommetje. Oh shit, mis. De volgende vraag is van Nijl Horan 19834. Ever. Oh, forever. De vraag is, heb je een onesie? Een onesie, dat is zo'n pakkie dat heel lekker blijkbaar zit en iedereen heeft het en dan ben je hipster. Nee, ik heb niet zo'n pakkie en ik vind het spuug lelijk. Maar als jij er een hebt, ik vind het super mooi hoor. Maar nee, ik vind zo'n ding echt niet leuk. Wat drink je het liefst? Red Bull en Cola Vanilla en Arizona. De volgende vraag is van Sydney X Lucine fan. En de vraag is, nooit meer douchen of nooit meer naar de kapper? Ik heb bij deze vraag wel een beetje nagedacht. Want stel je mag nooit meer naar de kapper, dan heb je zo lang haar. Kan je er dreadlock van maken, maar dan kan je wel douchen, ik weet het niet. Maar ik zou dan denk ik gaan voor nooit meer naar de kapper. Heb je er wel eens aan gedacht om te stoppen met All These Games? Zo ja, waarom en wanneer? Ik heb er wel eens aan gedacht om te stoppen toen ik en Roy een beetje niet met elkaar eens waren of er iets gebeurde of zo. Maar dus ik heb er dus wel eens aan gedacht en ik zei ook wel eens van ja, nu ben ik er klaar mee, maar ik ga toch altijd weer door, want ik vind het gewoon te leuk om mee te stoppen. Dus don't worry, ik ga niet stoppen. De volgende vraag is, wat is je lievelingsfilm? Mijn lievelingsfilm is heel de Harry Potter serie en ik vind The Hunger Games echt geweldig. En in november komt de nieuwe en ik zit vooraan op de première. Wat is je grootste wens? Mijn grootste wens op dit moment is om een serie te krijgen op Project Minecraftia. Ik hoop dat dat doorgaat en gaat lukken, want ik vind het kanaal gewoon geweldig. En ik vind hun ook geweldig, want ze zijn super aardig en grappig en gewoon top. De volgende vraag is van XD, de Julian XD. Wat een leuke naam, XD. De vraag is, als je iemand voor één dag mocht zijn, wie zou dat dan zijn? Ik zou dan een bekende YouTuber zoals PewDiePie of iets willen zijn. Dat lijkt me wel leuk voor een dagje. Heb je een onesie? Gelukkig niet. De volgende vraag is van JFF Fools. En de vraag is, waardoor word jij heel snel boos? Ik word heel snel boos door mensen die zo negatief en deprimerend gaan twitteren of gaan zeiken over het leven. Jongens, geniet van het leven. Serieus. Ben je lenig? Nee, echt gewoon helemaal, totaal, helemaal niet. De volgende vraag is van Bas Berg. En de vraag is, welke spellen speel jij in de vrije tijd die je dus niet opneemt? Het is best grappig, maar ik speel nog Habbo. Soms. Nou ja, dan ga ik meestal kletsen met vrienden. En verder speel ik ook The Sims. En ja, verder doe ik eigenlijk niet zoveel games. Nooit meer douchen of nooit meer naar de kapper gaan? Dan kies ik voor nooit meer naar de kapper gaan, want ik wil toch dat mijn haar langer wordt. En als je het gewoon goed verzorgt, kan dat op zich best. Dus nooit meer naar de kapper. De volgende vraag is van Katie de Jong. Katie de Oud, Katie de Jong. Kan je elleboog likken? Nou verdomme, dan gaan we dat even proberen. Ik denk het niet. Nee, ik kom niet verder. Ik ben er bijna, maar het lukt niet. Kijk. Helaas. Oh, dat doet pijn hier. Verdomme. Wat doe je nou, Katie de Jong? Mijn arm doet pijn. Wat is je lievelingsfilm? Harry Potter en de Hunger Games en de boeken daarvan en de verhalen daarvan. Alle delen daarvan en gewoon alles daarvan. De volgende vraag is van Soefstube. En de vraag is, hoeveel zakgeld / kledinggeld krijg je? Ik vind het een beetje een persoonlijke vraag, maar ik kan wel zeggen, mijn kleding wordt betaald door mijn moeder. Ik heb niet zo'n kleedgeld of zo. En zakgeld, ja, dat boeit jullie niet. Word je wel eens ouder of jonger geschat dan je eigen leeftijd? Ik word meestal ouder geschat, meestal 17 of 18. Ik weet niet waarom, want ik vind mezelf niet 18 eruit zien of zo. Maar dat gebeurt wel eens. Maar als ik dan zeg dat ik 16 ben, dan kijken ze niet zo op van, hè? 16? Nee, dat vinden ze ook wel gewoon normaal. Ik zie er ook uit als 16. De volgende vraag is van Den is een Loes of Den is een Loes. Weet ik hoe je de naam zegt. Sorry. In welke klas zit je? Ik ga nu volgende schooljaar dus, binnenkort dus, ga ik naar de vierde van het MAVO VMBOT. En normaal hoorde ik nu op 1 MBO te zitten, maar ik ben blijven zitten. Dus nu ga ik naar klas 4 en ga ik examen doen. Dus het wordt een heel zwaar leven. Jaartje. En de laatste vraag alweer is van Super Sisters X. En de vraag is, door wie ben je begonnen met YouTube?
iets van 4 jaar geleden begon ik, zat ik zo op YouTube te kijken. En ik zag een plaatje van een filmpje. En het was van Shane Dawson. Dus ik keek dat gewoon. Ik vond het wel grappig eruit zien. En toen begon ik daar een beetje aan te beginnen. En toen dacht ik van, ik wil het ook doen. En toen liet ik het ook aan Bo zien. Keek ik veel meer accounts en zo. Veel meer kanalen. En toen zijn wij het zelf begonnen met ons kanaal My Movie Tapes. Wat ook 3 jaar geleden is of zoiets. En nu zijn we begonnen met een gamekanaal. Nou ja, begonnen, we zijn al heel lang bezig. En dat gaat gewoon lekker zo. Dus ik vind het leuk. En ik doe het met plezier. En anders, als er geen plezier is, dan doe ik het ook niet, hè, jongens. Nou jongens, dat waren mijn vragen. Ik ben er een beetje snel doorheen gegaan omdat mijn camera leeg is. En ik heb geen zin om hem op te laden en daarna weer door te gaan. Bedankt voor het kijken. En laat natuurlijk ook weer nieuwe vragen achter hier in de reactie. Of op ask.fm/allthisgames. Die link staat hier in de beschrijving. Bye!